Ik heb een digitale meter. Kies ik dan best voor een maandelijkse afrekening? Als je een digitale meter hebt, kent de netbeheerder op elk moment je werkelijke verbruik. Het is dus in principe mogelijk dat je een maandelijkse afrekening krijgt voor wat je effectief verbruikt hebt. Maar is dat wel interessant? Tot vandaag is de betaling van je energie zo opgebouwd dat je de kosten over volledig jaar spreidt. In de mate van het mogelijke wordt je jaarkost ingeschat en wordt die in 12 gelijke betalingen verdeeld. Op het einde van die 12 maanden wordt berekend of de aangerekende bedragen voldoende of onvoldoende waren en wordt het verschil met je effectieve kost verrekend. Het voordeel van deze spreiding is dat je je totale jaarkost voor je energie in gelijke delen spreidt over een volledig jaar. Ook al is je verbruik in de winter veel hoger dan in de zomer. Maar stel dat je kiest voor een maandelijkse afrekening op basis van effectieve meterstanden, dan zullen je maandbedragen heel erg schommelen. In de winter kan je afrekening hoog zijn, want dan verbruik je veel energie voor je verwarming en verlichting. Terwijl je in de zomer misschien een veel lagere factuur zal hebben omdat je op dat moment weinig energie verbruikt. Of je nu voor een maandelijkse of een jaarlijkse afrekening kiest, je betaalt in beide gevallen voor de kilowattuur die je van het net afneemt. Dat is zeker. In beide gevallen betaal je ook elke maand een factuur. Het verschil zit in de manier waarop je je totale jaarkost spreidt. Met de jaarafrekening wordt je verbruik over de verschillende maanden verdeeld volgens een verbruiksprofiel. Dit zowel voor een analoge als voor een digitale meter. Je voorschot is elke maand identiek. Met de maandafrekening is het te bedalen bedrag elke maand verschillend. Maar het kan wel interessant zijn als je bijvoorbeeld een langere periode niet thuis bent tijdens de wintermaanden.